Wie met dit warme weer een beek wil gaan zwemmen, heeft pech. Er is opnieuw blauwal geconstateerd in het Wielerbergmeer. Zaterdag leidde dat al tot wat onduidelijkheid, omdat bezoekers de waarschuwingsborden niet gezien hadden. Omdat het water een officiële zwemlocatie is, wordt in het seizoen van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. Daarbij is nu de blauwal geconstateerd. De provincie Gelderland heeft vanaf 29 juni een negatief zwemadvies afgegeven voor zwemmen in het Wielerbergmeer. Wie in contact komt met blauwalg, kan last krijgen van irritatie aan de huid of ogen of hoofd- en buikpijn.